In Via Cultura Live. In ons land staan al enige tijd de boeren en het kabinet met de koppen tegen elkaar. En ook in onze regio wappert de Nederlandse vlag strijdlustig ondersteboven. En in de Albasse Waard riep men zelfs de Vrije Republiek der Boerenlanden uit. Maar kan dit niet anders? En valt dit probleem niet onderling op te lossen, zonder Haagse politiek? Een gesprek met de natuurbeheerders en de boeren uit de Albasse Waard. De live muziek komt van Aan de Zeis. En de presentatie en gespreksleiding is in handen van Bert Blazen. Ja, daar zijn we met de natuurbeheerders aan tafel, maar ook de boeren. Eén boer is nog onderweg, dus die gaan we introduceren als hij er is. Welkom, natuurlijk iedereen die live meekijkt, de mensen in deze zaal natuurlijk. En de mensen die later via YouTube dit filmpje gaan bekijken. We gaan een boerengesprek voeren vandaag. We gaan het niet op de Haagse manier doen van bovenaf, maar echt ook van onderop. We willen met betrokkenen, met echt deskundigen vanuit het veld, met hun voeten in de klei of waar het ook dan is. Hè. Even gaan we praten over oplossingen, maar ook wat is nou het probleem in het boerenland? Waarom is er een boerenopstand? Ik stel mezelf even voor. Mijn naam is Bert Blazen. Ik ben presentator vanavond. Ben daarvoor in deze regio burgemeester geweest in Alblasserdam, in Hardingsveld, Giessendam en nog een... En ook nog eens in Vlaardingen en Heergewaard. Kortom, dat breng ik als achtergrond mee. Maar het draait vanavond niet om mij. Het draait vanavond in eerste instantie natuurlijk om jullie. Ik stel jullie zo meteen wat nader voor. Het programma is dat we in het eerste uur gaan we praten. Aan de ene kant het voorstellen van onze gasten. Maar ook van, nou, wat ik net zei, is het nou een probleem? Welk probleem is er dan en hoe lossen we dat op? Na de pauze gaan we ook wat meer interactie erin brengen. Misschien met u in de zaal of met vragen die via... online bij ons binnenkomen. De principes van ons gesprek zijn dat we niet praten over systemen, maar over mensen. We doen het niet via de Haagse werkelijkheid, maar via de bottom-up werkelijkheid. En we proberen niet gelijk te hebben, maar vooral om te luisteren naar elkaar, te begrijpen wat er aan de hand is en oplossingen te bedenken. En de muziek wordt verzorgd door Niks aan de Zeis, boerenmuziek. Kan natuurlijk niet missen. Ik heb net al een deuntje gehoord, dus dat wordt lekker robuust tussendoor. We gaan voorstellen. We missen nog Teunis Jacob Slob. Die komt ongetwijfeld zo meteen binnenvallen en dan gaat hij in de derde stoel zitten. Maar voordat we zover zijn, heeft Bart Belzer zich ook kunnen voorstellen. Bart, je mag jezelf voorstellen, maar ik verklap alvast even dat jij een van de initiatiefnemers bent van de Vrije Republiek Boerenlanden. Dus daar mag je ook even over vertellen waarom dat er is en waarom dat zo belangrijk is. Dankjewel. Mijn naam is Bart Belzer. Samen met mijn vrouw en mijn schoonouders hebben wij een melkveebedrijf... een kaasboerderij in Spijk. Wij zijn een van die boeren die in de knel zitten met de plannen van Den Haag. Dus daar komen wij tegen in actie. En een van de acties die wij daarin georganiseerd hebben is de Vrije Republiek Boerenlanden. Aan te geven dat we vinden dat Den Haag te ver gaat en dat we het er niet mee eens zijn. We hebben aangegeven dat het anders kan en daar gebeurt niks mee. Dus dan scheiden wij ons af en dan gaan we het zelf doen. En want als ik uit mijn huis, want ik woon in Papendrecht, naar buiten loop, naar het grasland van Oud-Alblas, dan zie ik al die vlaggen hangen. Komt dat ook bij jullie vandaan? Die omgekeerde vlaggen, is dat een actie van jullie of is dat... Daar zijn wij in aangehaakt inderdaad. Dat is... Ergens meer in het noorden van het land is dat begonnen, die omgekeerde vlaggen. En dat vindt ze vervolg. En dat bereidt als een olievlek uit. En langzaam zeker zie je het in het hele land. Meneer Herema van het CDA die heeft vorige week of twee weken geleden in het debat nog gezegd... vanuit Limburg naar Friesland, overal kom je die vlaggen tegen. En ik weet dat dat de komende tijd alleen maar meer wordt. Hey, en hoe zijn jullie aangehaakt bij dat gesprekscircuit rondom Johan Remkes en dergelijke... Hebben jullie daar op een of andere manier een verbinding mee? Of is dat, gaat het allemaal over de hoofden heen? Hoe zit dat? Wij hebben daar als groep daar niet direct contact mee. Daar zitten wij niet direct bij. Maar de mensen die daar aan tafel zitten, daar hebben wij contact mee. Dus als er wat is, dan weten we die te vinden. Hey, en jouw bedrijf, je zegt het is een melkveehouder. Wil je er iets meer over zeggen? Een aantal koeien, even... En doe het ook voor mensen die niet thuis zijn in de boerderij iedere dag? Wij zijn relatief kleinschalig. Wij melken een kleine 55 koeien.
Plus bijbehorend jongvee, dus kalfjes en jonge koeien. Wij hebben 30 hectare gras. Wij verbouwen alleen zelf gras en wij kopen mais aan van de loonwerker in het najaar. Onze melk die gaat naar Vreugdehil in Gorinchem. Daar wordt er melkpoeder van gemaakt, die gaat de hele wereld over. Onder andere naar Afrika en het Midden-Oosten. En een deel van de melk die verwerken wij zelf. Daar maken wij kaas van, kwark. Verkopen we gewoon als rauwe melk. We hebben een winkel aan huis. Dus veel contact met de burger. Om ons verhaal te vertellen. En ook een stuk meerwaarde uit onze melk te halen. Sta je zelf in de winkel? Ja. Oké, okay, dus je krijgt ook veel opmerkingen vanuit de klanten? Ja. Ja. Hoe leeft het bij de klanten? Merendeel steunt ons. U had het over de omgekeerde vlaggen, maar ook de boerenzakdoeken is ook een bekend fenomeen inmiddels. Je ziet ze aan auto's en aan fietsen en overal. Die verkopen wij ook bij ons in de winkel en daar is veel animo voor. Veel mensen die daar hun steun mee uitspreken. We hebben bij ons op de boerderij ook een vlag ondersteboven hangen. En 2 weken geleden kregen wij een mail van een klant. Een oudere man die de oorlog nog meegemaakt had, die daar erg moeite mee had. En totdat de vlag ondersteboven, zolang de vlag ondersteboven hangt, afscheid neemt bij ons. Dus ja, niet iedereen is er enthousiast over. En dat kan, dat mag. Maar we blijven doorgaan voor onze toekomst. Ja. Hey, en ik hoorde je ook zeggen, we exporteren ook naar Zuid-Afrika. Je zei nog een ver land. Midden-Oosten. Even, want daar is af en toe wel discussie over. Hoe ver moeten wij nou vooral onze eigen monden voeden? Of moeten we de hele wereld voeden? Wil je daar iets over zeggen? Ja, als het over de landbouw gaat, dan krijg je al snel de opmerking... 80% van wat je produceert gaat naar het buitenland. Dus dat is helemaal niet nodig. Daar moet de kanttekening bij gemaakt worden dat van die 80%, 80% in Duitsland en België blijft. Als we in Amerika kijken, we hebben een straal van 500 kilometer, is het lokaal. En is het een streekproduct. En hier, als je van Noord-Spanje naar Zuid-Spanje gaat, is ongeveer net zover van Utrecht naar Berlijn. En in Spanje is het, is het binnenlands en van hier is het export. Dus daar moet je je vraagtekens bij zetten. Daar komt bij, wij zitten hier in een rivierendelta. Hele vruchtbare grond. Dus wij zijn heel goed in staat om goed voedsel te produceren. Ja. Hoge kwaliteit. Daar zijn we wereldwijd in vermaard, zeg maar. De Sahara, Nigeria, daar is het veel droog. Daar wil het slecht groeien en daar wil slecht melk geproduceerd worden. En daar willen ze wel melk drinken. En daar willen ze wel graag melk drinken, want die kinderen die groeien er goed van. Dus ja, ik ben altijd van mening dat datgene wat je daar goed kan maken, doe dat daar. En wat wij hier goed kunnen maken, laat dat ons hier doen en het daar naartoe exporteren. Nou, je kunt in ieder geval niet alleen goed melken, je kunt ook goed spreken, Bart. Dank je wel. Laten we even de stap doorzetten naar Michiel, houtzagers. Klopt. Wil je jezelf ook even voorstellen? Ja, graag. Ik ben Michiel Houtzagers, directeur van het Zuid-Hollands Landschap. Dat is een natuurbeschermingsorganisatie, vergelijkbaar eigenlijk met organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Wat misschien nog wel aardig is om aan te geven is dat ik in Wageningen gestudeerd heb. Dus ik heb eigenlijk wel een beetje een landbouwachtergrond. Ik heb een combinatie even tussendoor, want ik heb zelf ook in Wageningen gestudeerd. Ah. In welk jaar heb je dat gedaan? Ik heb in 87 ben ik begonnen. Dan ben je ietsje jonger dan ik. Okay. Ik heb een combinatie gedaan tussen de ene kant bosbouw, wat nu bos- en natuurbeheer heet, en agrarische economie. Dus dat is eigenlijk mijn combinatie. En sinds 15 jaar mag ik directeur zijn van het Zuid-Hollands Landschap. En beschrijf ons even welke gebieden in Zuid-Holland onder je beheer vallen. En kijk ook eens met een schuin oog even naar de Albassen Waard. Ja, dat doe ik graag. Het is zo dat Zuid-Hollands Landschap zich inzet voor natuur in de hele provincie Zuid-Holland. Dat doet zij door het ondersteunen van vrijwilligers, maar aan de andere kant ook door eigen terreinen te hebben. Veel terreinen liggen in de Krimpende Waard en de Vijf Herenlanden. Vijf Herenlanden is inmiddels onderdeel van de provincie Utrecht. Zeg ik met pijn in het hart, maar is wel de realiteit. Maar we hebben ook allerlei gebieden... Dat is eigenlijk een vergissing, hè, toch? Ja, dat goed, is altijd een politiek onderwerp waar we ook een avond over kunnen vullen. Daarnaast hebben wij ook allerlei gebieden in de duinen, Natura 2000 gebieden die wij beheren. Dus in dat kader hebben we zowel eigen terreinen als dat we via vrijwilligers mensen helpen om in ieder geval samen te werken. En wij zijn ook heel actief in het boerenlandvogelverhaal van Zuid-Holland. Dus de ondersteuning van de collectieven, wat betreft in ieder geval het weidevogelbeheer. Wat zijn de collectieven? Sorry, collectieven zijn samenwerking van verschillende agrarische partijen die het agrarisch natuurbeheer vormgeven.
En voor een belangrijk deel bestaat dat uit de weidevogelbeheer. In de, op de Hollandse eilanden is dat meer. Dus zijn dat de bollevogels en de graanvogels. Maar in Zuid-Holland zijn dat vooral de weidevogels als de grutto, tureluur en dergelijke. Waar mijn buurman hiernaast ook heel veel van af weet. En die net op tijd binnen is om ook zichzelf zo meteen voor te stellen. Komen we zo meteen op. Welkom. Het zweet staat nog op je voorhoofd, geloof ik, van het rennen, of niet? Maar fijn dat je er ook bent. Nog even, die Natura 2000-gebieden, die liggen verspreid over de provincie. En ik heb begrepen dat in Albasserwaard de biodiversiteit om vooral te vinden is in de vogelsoort. Hè? Of maak ik het nu te makkelijk? Je noemt twee dingen waar ik even aandacht aan zou willen brengen. Ja. Natura 2000-gebieden zijn gebieden die zijn aangewezen natuurlijk in het kader van hetgene dat daar bijzondere natuur voorkomt. Dichtstbijzijnd hier is de Biesbos. Dat is natuurlijk op de grens van met Brabant, zal ik zeggen. Vaak is het zo dat die Natura 2000-gebieden vooral voor bijzondere planten zijn aangewezen, wat minder voor vogels. Anderzijds is het zo dat in ieder geval het veenweidegebied, en daar zitten we hier ook in, heel erg bekend staat juist om zijn weidevogels, die ik net al noemde. Maar ik dacht dat in de Alblasser Waard dat we hebben de Donkse, hoe heet het, de Donkse Laagte. Klopt. En de Boezems in Kinderdijk. Dat waren de twee die ik op mijn netvlies heb, klopt dat? Ja, klopt. Dat zijn degenen die hier direct in liggen. En dat zijn twee gebieden waarbij Donkse Laagte vooral bekend is vanwege zijn weidevogels. Ja. En de, hoe heet het, Kinderdijk is vooral bekend vanwege de moerasvogels die daarvoor komen, waaronder de purperragen. En we komen er zo meteen op of daar nou ook overlast is van de boeren of niet. Van de uitstoot van stikstof. Natuurlijk komen we daarop terecht. Ja. Maar eerst nog even Teunis. Teunis Jacobs Slob. Welkom. En je mag jezelf ook even voorstellen. Wij kennen elkaar omdat ik een paar jaar geleden informateur was in de gemeente Molenlanden. En jij kandidaat wethouder. En inmiddels ben je weer wethouder af, heb ik begrepen. Maar wat doe je nu? Goedenavond, Teunis Jacobs Slob. We hebben inderdaad elkaar ontmoet bij de coalitievorming bij de vorige collegeperiode in de gemeente Molenlanden. Maar het CDA zit nu niet in het college, dus ik ben ook geen wethouder meer. Wat ik nu doe, en wij hadden een melkveebedrijf met elkaar en dat hebben we nog steeds. Maar ik ben wel aan het kijken en aan het oriënteren wat ik daarnaast nog kan doen en betekenen voor de samenleving. En ook dingen doen waar... Waar mijn hart ook een beetje ligt op het snijvlak van natuur, je bent boer, net als Bart. Bart is melkveehouder, jij ook? Ja, ik ook, ja. Tenminste, dat is en Bart heeft net verteld dat hij, waar zijn export naartoe gaat en wat in het eigen land verkocht wordt. Hoe zit dat bij jou, Teunis Jacob? Ja, wij hebben sinds 94 een biologisch bedrijf. Dus die export die gaat ook voor een deel naar het buitenland, maar niet in die grote mate van gangbare landbouw. En daarnaast hebben we ook een stukje eigen verkoop van de ossen die we hebben. Stierkalveren die geboren worden, die worden deels op het bedrijf zelf gehouden. Worden wel gecastreerd, en vandaar dat het ossen worden. Omdat ze ook in natuurgebieden die een recreatief medegebruik hebben voor de veiligheid van de mensen. En wat maakt jouw bedrijf biologisch? Waarom, want je zegt ik heb een biologisch bedrijf. Wat is op wijze van spreken anders dan op het bedrijf van Bart, denk je? Ja, dan zouden we er even naartoe moeten rijden. Ja. Wij zijn in 1994 omgeschakeld. En biologische bedrijfsvoering wil zeggen van je maakt van geen gebruik van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, krachtvoer wat aangevuld wordt in het veevoer. Dat is ook van biologische herkomst. Dat zijn een aantal hoofd. Hoeveel koeien heb jij? Bart had het over 55 in zijn bedrijf. Ja, wij hebben er nu rond 140. Oké. Okay. Ja. Een wat groter bedrijf. Ja. Ja, goed. We zijn ook met z'n vieren deels ook mee bezig. Dus, Oké. Okay. Nou, fijn dat je net op tijd ook aan kon sluiten. We gaan zo meteen in het tweede blok praten over of er nou eigenlijk een probleem is in Zuid-Holland of in heel Nederland. Maar eerst even maar in de Albasser Waard. En dan gaan we daarna ook over de oplossingen praten. Maar daar willen we graag een beetje bij geholpen worden door af en toe wat creatieve inspiratie. Arjan, jij bent de leider van de band. Ja, leider is dat. Dat is het, de zanger. Jij wil even introduceren. Jullie heten Niks aan de Zeis. Waar komt dat nou vandaan? Ja, waar komt dat vandaan? Dat is een gezegde bij ons uit de polder. Niks aan de hand, alles komt wel goed, zeg maar. En, hoe zijn we eraan gekomen? We wouden een naam hebben en we kwamen er niet over uit. We zeiden dat komt wel, Niks aan de Zeis. Dat kijken we volgende week wel. En toen zijn we nou aan Niks aan de Zeis. Ja,
En een van jullie is de buurman van meneer Slot, begreep ik net, hè? Bijna. Ja, oké. En dan hoor je, en ze oefenen ook bij jullie in de schuur, of niet? Nee, we oefenen in Rotterdam. Nou, laat even horen. Guus is wat mank, dus het gaat allemaal niet zo heel snel. Morgen een beetje brak, maar die ervaring hebben wij op zak. Dat trekt wel weg na het ontbijt. Van deze avond hebben wij geen spijt. U machtig feestje en het op plezier. Om met je maten aan het bier. Nog één weekje aan het werk, maar voor het weekend dan zijn wij weer serieus. Want er is niks aan de zijs, niks aan de zijs. Nee, er is helemaal niks aan de zijs, niks aan de zijs. Er is helemaal niks. Hoe aan de zij. Niks aan de zijs. Niks aan de zijs. Jullie komen zo meteen nog even terug. Of blijven jullie staan, dat kan ook. Maar wij gaan weer even praten. Niks aan de zijs. Ja, er is eigenlijk niks aan de zijs.
Maar toch hoorde ik jou zeggen, Bart, ik zeg je en jij, want het kan denk ik aan deze tafel wel. Ik hoorde jou zeggen, Bart, we hebben eigenlijk een oplossing aangereikt, maar er wordt niks mee gedaan. Dan hoeven we niet meteen aan die oplossing, maar als je een oplossing hebt, is er ook een probleem. Wat is het probleem wat jullie hebben opgelost en waar niks mee wordt gedaan? Het probleem is, wordt gezegd dat er te veel stikstofemissie is. Dat is het probleem? Dat wordt gezegd. En ik hoor jou zeggen, ja, nou, je zei net, we hebben een oplossing, dus vandaar dat ik jou uitdaag van wat is dan het probleem. Is er, want je zegt het een beetje van, nou ja, is er wel een probleem? Want het wordt gezegd, wat vind je zelf? Want je praat gewoon vanuit jezelf. Nou ja, ik heb er sterk mijn vraagtekens bij. Ik denk dat er meer achter zit dan de stikstof. Dat er te veel stikstofdepositie is in de natuur. Want als dat werkelijk het probleem was, dan was het volgens mij al lang opgelost. Maar laten we het toch even daar maar even over hebben. Even, mm-hmm. Je betwijfelt ook of er te veel stikstof is in de natuur. Of, daar heb je aanleiding voor om dat te vinden. Of even... Nou ja, we gaan zo meteen naar een natuurbeheerder, dus die gaat daar vast ook iets van vinden. Dus, ongetwijfeld. Kijk, ik denk dat de natuur, Charles Darwin die was het er al, die zei het al, die past zich aan zijn omgeving, zeg maar. En ik denk dat dat in Nederland ook het geval is. En ik vraag me af of dat wij in staat zijn om die natuur zo naar ons hand te zetten. En dat 80% van wat er in de lucht zit, is stikstof. En kunnen wij daar dan... is het dan zo dat ik met mijn bedrijf te veel stikstof uitstoot en dat daar een plantje en een 25 kilometer verderop last van heeft? Ik vraag het me af. Ik denk dat... anders was dat plantje er ook niet geweest. Ons bedrijf zit er ook al heel lang. Dus ik heb daar sterk mijn twijfels bij. En er zijn, nou ja, sinds oktober 2019 zijn we al bezig. En er zijn allerlei oplossingen aangedragen vanuit de sector om de stikstof te reduceren. En uiteindelijk in juni van dit jaar komt mevrouw Van der Wal met een plan naar buiten. En er wordt met al die oplossingen die aangedragen. Eerst nog even over, want jij zegt van, ik weet niet zeker of er wel een probleem is. Maar goed, ik ga er maar even in mee dat er een probleem is. En daarvoor dragen we oplossingen aan. Ja. Maar nog, ga ik even naar de buurman, Michiel. Ja. Laten we niet te veel in de theorie verzanden, maar wel in de praktijk van de natuurbeheerder van Zuid-Holland van alle dag. Is er een probleem? In Zuid-Holland misschien om te beginnen. Dan komen we straks wel even breder. Er is een probleem in natuurgebieden. Maar niet in alle natuurgebieden evenveel, en dat maakt het al meteen complex. Want in de duinen is het probleem heel anders dan in de Natura 2000 gebieden die hier zijn beschreven. Nou zeg jij, dat maakt het complex, maar eigenlijk is dat toch niet echt per se complex als het op de ene plek anders is dan op een andere plek. Tenminste, vind ik nooit zo ingewikkeld, zeg ik dan maar even uit eigen... Het hoeft het niet te zijn, maar bepaalde delen van natuur zijn gevoeliger voor stikstof dan andere delen. Ja. En dat, nou ja, dat... Ik hoop dat die aanstaat. Dat, daar is ook wel discussie over. En ook waar die stikstof vandaan komt. Dat is natuurlijk ook een belangrijk. Maar even dat punt dat je zegt, het is wel verschillend in het land. Dat begrijp ik. In de duinen is wat anders dan op andere gebieden. Hoe is het in de Alblasserwaard, Vijfherenlanden? Met de knipoog ook Krimponenwaard, want daar ben je nog wat meer thuis, begreep ik. Ja. Vertel eens hoe het in dat gebied, hoe groot het probleem is, of niet? Je ziet dat met name in hele... schrale landschappen, hè, dus hele arme landschappen, dat je daar een probleem ziet dat er verruiging optreedt. Er zijn ook hele delen die daar veel minder last van hebben, als moerassen, waarin je ziet dat het gewoon groeit, want stikstof is feitelijk een voedingsstof, wat ervoor zorgt dat, dat planten groeien, dat weten we allemaal. Maar de overmaat daarvan, dat is in bepaalde typen, en dan ga ik in de techniek, blauw graslanden, is dat heel gevoelig, omdat daar soorten door verdwijnen. Die worden. Nu zeg je in schrale gebieden. Volgens mij hebben we in Alblasserwaard niet zoveel schrale gebieden. Klopt dat? Even als ik het... Niet zoveel. Nee, dat klopt. Ja, dus dat betekent dat het, als er een vraagstuk is, dat het relatief in dit gebied wat minder is dan het duingebied, misschien de Veluwe, zeg ik dan maar even. Minder, maar niet afwezig. En dat probleem wat er dan wel is, kun je schetsen wat er dan aan probleem is in zo'n natuurgebied? Ik denk aan die Donkse Laagte die ik net noemde, of de Boezem, of andere gebieden die jullie beheren. Nou, dat met name dus die schrale graslanden, die kenmerkend zijn eigenlijk voor deze gebieden, dat die verdwijnen als gevolg van te veel stikstof, waardoor er allerlei andere planten gaan groeien en de kenmerkende soorten die hier eigenlijk voor zouden komen, daardoor verdwijnen. Dat proberen we te voorkomen door beheer uit te voeren. Daar zijn we al jaren mee bezig. Ja. Maar zolang het van boven blijft komen, is het wel het wijlen met de kraan open.
Ja, dus jij verschilt wat dat betreft wat van Bart, die zegt ik twijfel. Nou, eigenlijk heeft Bart vooral twijfel of het van de boerderijen afkomt. Hè? Even dat stikstof. Jij zegt er is wel op de grond een probleem. Een vraagstuk, dat is wat laat wij zien. Zeggen. Ja, dat zien wij. Ja. Ja. En Bart, vind je dat overtuigend wat je buurtman hoort zeggen? Nee. Wil je ook zeggen waarom niet misschien? Nou ja, als het in de discussie gaat over stikstof, dan roept de natuurbeheer, er is een stikstofprobleem. En wij zeggen, nee, er is geen stikstofprobleem. Die padstelling, daar zitten we in. Er heeft nog niemand aan mij laten zien dat er werkelijk een stikstofprobleem is. Kijk, ik ben het met meneer eens. Even, want ik hoor ook zeggen dat het ook per gebied verschilt. Hè? Dus dat maakt vast wel uit. Want als je in een gebied zit waar meer schrale gronden zijn, zal het anders zijn, denk ik, dan... Zeker. Als je gaat kijken naar de heide. En ik heb niet alleen naast Gorinchem gewoond, maar ook in Drenthe. En ik heb ook in West-Brabant gewoond. Daar heb je ook nog een paar stukjes hei. Ja, het is zo dat de hei vergrast. Maar volgens mij, ik geloof niet zozeer dat dat komt omdat er veehouderij in de buurt zit waar stikstof van neerslaat. Maar een plantje aan zich, het bladgroen, daar zit stikstof in. Op het moment dat het plantje sterft, dan valt dat op de grond en dan komt er voeding in die bodem vrij. En op een gegeven moment, inderdaad, die bodem die wordt rijker, omdat dat plantje daarin in verteert, zeg maar. Composteren, dat doen we ook veel bij mensen in de tuin. Dus dat is gewoon een algemeen bekend verhaal. Daardoor wordt die bodem rijker. Als je nou, weet ik het, 100 jaar terug gaat kijken naar die heidevelden, dan liepen er hele kuddes met schapen overheen. Die vraten die heide af, die gingen s'avonds naar de schaapskooi en daar scheten ze. Mm-hmm. Dus dat plantje kreeg niet de kans om op de grond te vallen. Maar dat werd in de schaapskooi, daar viel de stikstof neer. Daarmee hou je schrale grond en hou je die heide in stand. Ja. Op dit moment gebeurt dat ook in veel mindere mate volgens mij. Maar wordt er heide afgegraven, zeg maar, geplacht. Om weer te zorgen dat er weer heide terugkomt. Omdat als je dat niet doet, dan gaat het vergrassen. Ja, dat klopt. En ik vraag me af, komt dat omdat er stikstof uit de lucht neervalt? Of komt dat omdat dat plantje afsterft, de voeding in de bodem komt en daardoor die grond evolueert? En is er een manier waarop jij denkt dat je die vraag beantwoord zou kunnen krijgen? Want je stelt het als vraag. Even, is er iets wat jou zou kunnen overtuigen? Of zeg je nou ja, ik laat het maar een beetje... Nee, ik geloof, als er ontegenzeggelijk bewijs is dat het zo dat het uit de lucht komt, dan wil ik dat best voor waar aannemen. Maar dat heb ik nog nooit gezien. Teunis Jacob, niks aan de zijs? Of is er wel een probleem? Hoe zie jij het? Nou, ik vond het wel een mooie openingsnummer. Hij past ook wel mooi bij deze avond. Dus wat dat betreft een mooie ambiance. Ja, er is wel wat aan de zijs. En dat is niet van gisteren op eergisteren. We hebben natuurlijk een houderijsysteem in Nederland dat best wel redelijk intensief is. Als je het bekijkt over de wereld heen. We kunnen heel erg goed ons systeem beheersen. Maar goed, de onderzoeken die wijzen wel uit dat dat ook gepaard gaat met uitstoot van stoffen en onder andere de emissie van stikstof. En denk wat Bart ook een beetje aangeeft, dat we een beetje in een fase zitten dat we wel vanuit de overheid gezegd krijgen van het gaat niet goed met de natuur, dus jullie moeten wat gaan doen. Mm-hmm. Maar dat verhaal dat stopt daar. En dat verhaal dat biedt niet een plan waar we met die landbouw, met de boeren naartoe willen. En dan word je gefrustreerd. Ja. En dat kan ik heel goed begrijpen, want dat heb ik zelf ook. En eigenlijk moeten we met elkaar kijken. Ik pak hem altijd terug naar de Tweede Wereldoorlog. En toen hadden we maar één adagium, dat is voldoende voedsel tegen een acceptabele prijs voor onze bewoners. Nou, daar zijn we fantastisch in geslaagd. Nog meer dan dat zelfs. Maar we weten ook, er kwam ook druk op de biodiversiteit. Er kwam ook druk op het milieu. En we zijn elke keer problemen aan het oplossen. Zonder dat we in staat zijn om het systeem in die mate bij te sturen dat de boer weet waar hij aan toe is en dat de samenleving ook weet waar hij aan toe is. En dat we het dan samen over kunnen hebben, joh, en binnen welke randvoorwaarden gaan we die bedrijfsontwikkeling en die maatschappelijke doelen meenemen en hoe zorgen we dat er ook perspectief in zit. Ja. Dat is precies natuurlijk wat Staghouwer natuurlijk eigenlijk niet heeft kunnen doen of niet heeft gedaan. Dan heb je dan over naast het keiharde verhaal het bewuste van kaartje, hè? Dat bewuste kaartje wat dan verspreid is en waarvan onze minister-president... Naast het keiharde verhaal van der Waal heeft hij niet aangegeven. Daar willen we dus naartoe. Maar ze hebben wel over het kaartje nu gezegd. Ja, onze minister-president zei dat het kaartje ruk is. Het woord ken ik natuurlijk niet, maar dat betekent niet dat het in ieder geval een goed kaartje was, volgens mij. Ja. Hoe zie jij dat? Ja, je zit erbij te lachen, dat begrijp ik.
Maar dat... Nou, nee, ik laag om jouw opmerkingen, maar ik laag niet om de situatie waarin we zitten. Want er is heel veel frustratie en nood bij de boeren. Ja. En dat ervaren wij aan de lijve. En dat heeft mede te maken met het feit dat het kaartje is neergelegd zonder dat er een perspectief naast gelegd is. Precies. En dat het kaartje ook nog eens discutabel was. Dus daar is wel wat huiswerk te repareren. Plus, laten we daar ook maar gelijk even, want dat weet Bart nog net zo goed als ik. Er zijn ook toezeggingen vanuit de overheid van mensen die geen vergunningssituatie hebben. De pasmelders. Dan zou de overheid op zich nemen om dat op te lossen. Nou, er is nog niks opgelost. Ja. Dus laten we wel even op een gelijk speelveld met elkaar komen. Met de overheid, met de samenleving en met de boeren. En van daaruit naar maar de toekomst toe kijken. Nou, aan jouw vraag, hoe groot vind jij het probleem van het stikstof in de Alblasserwaard? Wat is dan jouw... Nou, het is niet dramatisch, maar ook wij moeten ons deel, maar ook andere partijen, laat ik er ook gelijk bij zeggen. Het is niet alleen de landbouw, maar het is ook de industrie. Wegenbouw, woningbouw, et cetera. En die moet ook om tafel. Ja. Want het geeft geen pas om nu te zeggen, ja, de landbouw kan misschien de grootste zijn. Allah, vind ik prima. We nemen onze taak en Bart geeft het al aan. We komen met ideeën, maar wel allemaal meedoen. En niet even zeggen, ja, dat is het makkelijkste op te pakken, die boeren. En nee, zo gaan we niet aan de slag. Want dan hoor ik jouw buurman zeggen, het verschilt ook nog per gebied. Hè? Je zei er zelfs bij, dat is een beetje complex. Maar dat hoeft misschien niet eens complex te zijn als je het ook per gebied dan bekijkt. Vind jij dat je over de hele linie dezelfde maatregelen moet nemen? Maar we komen zo meteen bij de oplossing. Hoe zeg je nou, ga nou echt ook per gebied kijken wat in dat gebied... Ik denk dat je moet beginnen van welke generieke maatregelen kan iedereen sowieso nemen. Die zijn er een aantal. Generiek is een woord voor algemeen, voor iets wat iedereen kan. Ja. En daar kan je dus ook je bedrijfsvoering op aanpassen en op inzetten. Ja. Daar heeft iedereen baat bij. Maar je moet soms investeringen plegen, soms innovaties toepassen. Of soms een keuze maken in je bedrijf van nou, we gaan die kant op of we gaan het anders doen omdat. Nou, prima. En we hebben heel veel verschillende ondernemersstijlen die daar op een eigen manier mee omgaan. Mm-hmm. Laat dat verhaal zo. Benut die. Ga ermee aan de slag en ga dan kijken hoe ver komen we dan in het gebied. Is er meer nodig? Ga dan in gesprek en maak dan aanvullende voorwaarden en mogelijkheden om dat te realiseren. Ik zie knikkende gezichten, onder andere bij Michiel, de directeur van Zuid-Hollands Landschap. Ja, absoluut. Want nogmaals, ook, ik gaf net aan, het gaat om de stikstof die naar beneden komt. Daar zit geen kaartje aan van het komt van die of komt van die of komt van die. Dus alle sectoren moeten hun bijdrage leveren. Dat is ook iets waar wij wel nadrukkelijk op roepen. Want heel veel sectoren die zeggen van ja, wij zijn zo'n kleine belasting, wij hoeven niks te doen. Maar aan de andere kant een havenbedrijf en een Schiphol hebben natuurlijk ook hun bijdrage in het verhaal. En een deel van die stikstof komt ook daar, en zeker daar vandaan. Dat kan niet anders. Ten tweede is het zo dat we natuurlijk allemaal ook moeten kijken van wat kan je doen. En ten derde, wat ik nog wel wil noemen, is dat de landbouw de afgelopen jaren aanzienlijk de hoeveelheid stikstof naar beneden heeft gebracht. Hè? Wil je ook alleen dat is de laatste jaren is dat gestagneerd. En het zou nog verder naar beneden moeten. Maar ik wil wel even memoreren dat door de innovatie in de landbouw de afgelopen decennia die stikstofdepositie in natuurgebieden gelukkig al wel een stuk beter is geworden. Ja, dus je zegt minder is geworden. En als je die lijn doortrekt, dan gaat het verder de goede kant op. Ja, alleen als je die lijn bekijkt, zie je dat de laatste jaren er eigenlijk niet veel meer dat hij afvlakt, zal ik maar zeggen. Dus hij moet nog wel verder naar beneden. Maar daar zijn allerlei ideeën vanuit de agrarische sector. En daar moet ruimte voor zijn. Michiel, nog even reagerend op wat Bart zegt. Hè? Van, ik twijfel of die boerderij van mij op 25 kilometer verderop dat plantje beïnvloedt. Kun je daar nog op reageren? Ja, ik kan niet aan dat plantje 25 kilometer verderop zien of het van jouw boerderij komt of van een andere boerderij komt of van links of rechts komt. Ik kan wel even zien, en dat blijkt ook uit metingen, dat er te veel stikstof naar beneden komt. En in dat kader moet je kijken welke maatregelen je kan doen. Maar dat betekent dat je vooral moet kijken wat kun je generiek doen. Dat is eigenlijk hetzelfde wat Teunis Jacobs zegt. Ja. En in een aantal gevallen zul je misschien nog wat extra moeten doen. Maar dat betekent niet dat daarmee 70% van de boeren weg moet of wat dan ook. Nee. Het moet echt per gebied. Nee, dat bedenken we ook niet van achter deze tafel gelukkig. Nee. Want dat hoor ik jullie niet zeggen. Maar even nog dat punt wat Mart maakte. Onze natuur evolueert, past zich aan. Dus het hoeft niet hetzelfde te zijn als 100 jaar geleden toen toen de schapen nog op de manier... Je had het over de heidevelden, even... Hoe reageer je daarop? Misschien hoeft niet ieder plantje op ieder natuurgebied te groeien. Even...
Nee, niet ieder plantje hoeft altijd op dezelfde manier te groeien. En er is ook een ontwikkeling in de natuur. Anderzijds zijn er wel bepaalde typen natuur die heel bijzonder zijn voor Europa en voor het veenweidegebied. Die wel de moeite waard zijn om die in stand te houden. En dat is iets waar je je best voor moet doen. En daar zetten wij ons voor in. Zowel wij als terreinbeheerders als agrariërs om dat voor elkaar te krijgen. Je hebt ook een plicht, vinden wij, om biodiversiteit in stand te houden. Ja. Oké, ik wil dit blok zo gaan afronden. Is er een probleem? Bart, volgens mij ben je nog niet helemaal ervan overtuigd dat het een probleem is. Maar ben je wel bereid om mee te denken alsof het een probleem is? Zo, dat hoorde ik je volgens mij zeggen. Ja, dat klopt, ja. Ja? Dus, ja. Dus wat dat betreft kunnen jullie elkaar wel vinden in van, nou ja, je relativeert de mate waarin het een probleem is. De een zegt, nou, de natuur mag zich ontwikkelen, mag zich aanpassen. Er is ook nog een variatie in welk gebied het meest getroffen wordt door stikstof. Maar zeg je allemaal, nou ja, ervan uitgaan dat het toch enige invloed is, willen wij best onze bedrijfsvoering daarop aanpassen, insteken, als tenminste andere sectoren ook wat doen. Is dat een aardige conclusie voor dit blok? Nou, het is wel leuk dat we nu met die discussie van die biodiversiteit, welke waarde vertegenwoordigt die? En er zijn aanwijsbare soorten, bijvoorbeeld de bijen, die hebben een enorme waarde. En er zijn soorten die kunnen we eigenlijk niet op waarde schatten. En dat is denk ik een goede maatschappelijke discussie die we met elkaar moeten voeren. Van is een soortje meer of minder? Ja. Maar laten we wel zijn, in die zin moeten we ook eerlijk in de spiegel kijken. Er zijn enorm veel soorten verdwenen. Waar we nog geen weet van hebben. Ja. Boven de grond en onder de grond. Zeker als je langer teruggaat in de tijd. Nou, dan hoef je maar 40, 50 jaar terug en dat is enorm. Ja, dat is al, voor veel mensen is dat best wel lang, maar het is goed, ja, okay, maar goed. Ja, het is goed dat je het zegt. Ja. Maar ik denk, je zit in een situatie waar je dat ook met elkaar moet bespreken. Wat zegt dit ons? Ja. En wat het probleem is, als je hem op de landbouw relateert, ja, wij worden gevraagd om voedsel te produceren. Ja. Die biodiversiteit met agrarische tuurbeheer, die nemen we ook mee. Maar ik denk dat die discussie nog veel dieper moet gaan. En zou die discussie dan ook per gebied nog een beetje, nou, moeten kunnen verschillen? Differentiëren heet dat? Zeker, want dat kan je grondsoort gewijs, kan je dat ook diversiteit in aanbrengen. Want op zandgrond heb je andere soorten als in het veenweidegebied. Ja. En daarom, je noemde het al, die collectieven, die zijn er denk ik samen met de terreinbeheerders. Dus dat zou een gouden combinatie zijn om op dat punt met elkaar het gesprek te voeren en te kijken wat is er mogelijk. Nou, we zijn dan stiekem een beetje wat oplossingen aan het verkennen. Maar dat doen we nadat Niks aan de Zijs een tweede nummer speelt. Misschien iets wel aan de Zijs? Of wat ga je doen, Arjan? Ik ben er geen oren meer op. We gaan een nummer doen van Normaal. Denk niet geheel onbekend in de boerenwereld. En dat is een nummertje in Daldeen. En dat is het heel de week druk bezig zijn van het boerenbestaan. 7 dagen aan het werk en dan op zaterdagavond even niet meer over nadenken in Daldeen. Bier en gelink en een sigaar.
tussen bier en gelicht en een sigaar en gerecht. Hoe moet je dit of niet? En wie dus niks te doen. De weg dan ook het werk soms met tegenzin. Maar vrijdagavond ging de poel er weer tegenin. Want zonder geld valt niks te halen. Ook al loop je nog zo te balen. Want wie wil de raam? Hoe aan het al deed je? De flessen bier en gelicht. Hoe moet je dit nog niet zien? En wie dus niks te doen? Dus, trek hem niet na! Je zegt dat het van normaal is, maar het is echt niet normaal, hè? Dit is niet normaal. Nee, niet normaal. Heel goed. Jullie hebben de sprekers weggejaagd naar het publiek in. Excuus. Want die wilden het goed kunnen horen, maar ik nodig jullie weer uit om terug te komen. En jullie komen na de klok van 9 uur nog terug met wat... nog meer van hetzelfde, denk ik. Maar het is in ieder geval stimulerend wat jullie doen. En de drie sprekers zijn terug. Dank je wel. Want ik wil eigenlijk nu gaan proberen voor 9 uur dit probleem op te lossen met elkaar. Maar we hebben nog een uitloop na 9 uur en we gaan dit ook integraal uitstellen, in zijn geheel uitzenden. Zodat iedereen het ook nog een keer goed kan nahoren en nalezen, nakijken. De oplossing. Er zijn al een paar voorzetten gegeven. Ik hoorde een paar keer zeggen, er zijn allemaal suggesties gedaan vanuit de agrarische sector zelf, vanuit de boeren. Die eigenlijk niet worden gehoord. Of misschien niet genoeg worden gehoord. Wie kan daar even een aftrap in geven? Misschien Bart, want jij hebt een paar keer genoemd, hebben suggesties gedaan, er gebeurt niks meer. Waar denk je daarna? Nou, na oktober 2019 is het landbouwcollectief gevormd. Een samenwerking van verschillende landbouwbehartigers, onder andere de LTO. Was daarbij betrokken, de NMV, zo nog een aantal partijen. Allemaal afkortingen, hè? Maar De Land- en Tuinbouworganisatie, ja. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond, ja. De Vakbond voor de Varkens, de Akkerbouwvakbond. Zo waren Agractie, ook een bekende naam tegenwoordig. Zo waren er verschillende partijen die daar met elkaar om tafel hebben gezeten en daarover hebben nagedacht van, joh, wat kunnen wij als sector nou doen om stikstof te reduceren? En pluimveehouderij, die zie je heel veel. Daar wordt de mest verbrand in Moerdijk, dat scheelt al. Daar zitten luchtwassers op die stal. Dat is bij de varkenshouderij is dat ook gemeengoed, zeg maar. Dat er luchtwassers op zitten, dus die geven 80% reductie. Dus de grootste klap moest gemaakt worden in de melkveehouderij. Dus daar is gekeken van wat is daar nou mogelijk. We hebben het over stikstof. Stikstof is een onderdeel van eiwit. Wij voeren onze koeien eiwit. Kunnen we daar nog wat mee doen? Daar zijn al een aantal... Het voer, hè? In de aanpassing van het voer, ja. Het voerspoor, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja. Daar is wat voerspoor, mee te doen. Voerspoor, ja. Het uitrijden van de mest. Hè. We gebruiken die mest. Het wordt wel eens als een vies iets genoemd. Maar het is een voeding voor onze gewassen. Maar daar is ook nog veel verbetering. Of nog een update in te maken, zeg maar.
door meer water aan de mest toe te voegen, dus door hem te verdunnen, mm-hmm. dat hij nog beter in de bodem opgenomen wordt en minder emissie geeft. Dat is een oplossing. Wij doen met onze koeien weidegang. En op het moment dat een koe buiten loopt, dat wordt mm-hmm. wat technisch, maar stikstof ontstaat doordat de urine en de poep bij elkaar komt. Daar komt ammoniak bij vrij. Op het moment dat koeien buiten lopen, dan poepen ze op de ene plek en dan plassen ze op de andere plek. Dus die poep en die plas die komt niet bij elkaar. Dus heb je ook minder last van die ammoniak-emissie. Op het moment dat je dus de weidegang, het aantal uren weidegang verlengt, maak je daar gebruik van, zeg maar. Dus dat waren de drie, onder andere de drie insteken, zeg maar, om nog stikstof te reduceren. Hey, en even, denk jij dat het, als we het dan over een oplossing hebben, dat dit een mooi bod is? En dat je zegt dat is eigenlijk ook afdoende om het vraagstuk tegemoet te komen? Ik denk dat we daar volgens mij al, en ik weet de exacte cijfers niet uit mijn hoofd, maar dat we daar best wel heel wat mee kunnen doen. Mm-hmm. Er wordt ook gekeken naar emissiearme huisvesting. Helaas is de, hoe zeg je dat, het nieuws achterhaalt ons, of hoe noemen ze dat? De uitspraak van de Raad van State dat die emissiearme vloer afgeschoten is. Maar goed, ook een van de techneuten in de landbouw, Lely, grote technobedrijf, heeft een systeem ontwikkeld om stikstof te reduceren in de stal. Zijn er meer bedrijven die dat kunnen. En, dus ook in innovatie is nog een hoop. En waarom denk je dat van de andere kant af niet genoeg gevonden wordt? Ik ga zo meteen aan Michiel vragen, want Michiel heeft daar ongetwijfeld ook kennis van. Waarom wordt dat niet afdoende gevonden? Omdat we hebben te maken met natuur, met dieren. En daar zit wel eens schommeling in. Maar de rechter die wil dat wij stoten gangbaar 13 kilo stikstof per koe uit per jaar. En met een emissiearme vloer, noemen ze dat. Dus een speciale vloer die de ammoniakemissie reduceert, gaat dat naar 6 of 7. Alleen wij willen dan wel keihard 6 of 10 cijfertjes achter de komma vast hebben staan dat de rest van de levensduur van die vloer. Je bedoelt, het is een beetje te star, hè? Juist, ja. Ik ga even de buurman Michiel het woord geven. Want waarom zijn al deze prachtige plannen nou niet genoeg? Zoals ik heb aangegeven, heeft de landbouw de afgelopen jaren, of de afgelopen decennia, aanzienlijk bijgedragen aan een vermindering van de stikstofdepositie. Ja, het blijkt uit de metingen. Ik bedoel, dat is overduidelijk. Alleen dat stagneert de afgelopen 10, 20 jaar. Omdat de techniek niet meer de oplossing biedt om het verder naar beneden te brengen. We zien in de natuurgebieden dat die belasting nog steeds te hoog is. Omdat de planten die daar zouden moeten groeien niet meer groeien. Uit de metingen van het RIVM dat er te veel stikstof is. Maar nou even, waarom is dit niet genoeg? Want dit zijn concrete voorbeelden, voorstellen. Twee redenen waarom het eigenlijk niet genoeg is. Eén onderdeel is het feit dat de gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000 zijn hele kleine gebieden. Die hebben dus heel veel invloed van de omgeving. Waardoor ze dus ook heel erg beïnvloed worden. Dat is één element. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, waarom doen we dat dan zo versnipperd met die Natura 2000? Het zou ook een oplossing kunnen zijn misschien. Nou ja, allerlei opties zijn bespreekbaar. Maar daar zou je in ieder geval ook, denk ik, zeker naar kunnen kijken hoe je daarmee omgaat. En het tweede punt is dat je zegt, ons beeld, maar dat is ons beeld, hè. Mm-hmm. Jij hebt een ander beeld. Mijn ons beeld is dat er toch veel dieren gehouden worden in Nederland, eigenlijk meer dan het systeem aan kan. En dat eigenlijk niet te verenigen is met de natuur die wij nastreven. Ja, maar voor mij zijn er op dit moment minder dieren dan 30 jaar geleden. Dus daar waag ik aan te betwijfelen. Maar ik denk dat er andere systemen zijn die gegroeid zijn. En daar moeten we eens naar kijken. Rotterdamse haven, Schiphol. Ja, ik wil ook niet te abstract spreken over het totaal aantal dieren in Nederland. Maar gewoon wat we concreet met elkaar kunnen doen. Om het boerenbedrijf mogelijk te maken. Want volgens mij wil niemand het afschaffen. Tenminste, dat ga ik niet vanuit. Ik ga er niet vanuit. Ik zie jou een beetje kijken van nou. Nee, misschien zit in dat kader wel Michiel, goed om te melden dat het Zuid-Hollands landschap heeft vooral veel gronden in de Krimpende Waard. Ja. Daarin wordt 80% wordt in pacht uitgegeven aan boeren. Ja. Wij kunnen het niet zelf. We doen dat samen met boeren. Dat heb ik ook wel onder beperkte voorwaarden. Het is niet het gangbare verhaal. Maar dus we hebben elkaar op verschillende manieren nodig. Alleen de wijze waarop en de intensiteit ervan, daar moeten we het met elkaar over hebben. Maar even, jij overlegt veel met boeren. Bijvoorbeeld die pachters die je hebt even. En de plannen die zij hebben, en waar ook Teunis Jacob naar verwezen heeft, dat de sector daarmee bezig is. Waarom geven we die niet een kans? Waarom denken we niet dat dat voldoende is om de goede richting in te gaan?
Nou, volgens mij geven die wel een kans. Alleen die zouden op grotere schaal toegepast moeten worden. En dat zouden we moeten stimuleren. En daarmee ook een perspectief bieden voor de agrarische sector. Welke kansen uit kunnen. Okay. Want nu worden ze alleen maar klem gezet. Begrijp ik dan goed dat het soort ideeën die Bart net zegt, dat die wat jou betreft versneld zouden kunnen worden. Meer energie erin gestopt zouden kunnen worden. En gekeken dan worden hoe effectief die zijn. Daar moet je natuurlijk altijd wel naar kijken. Ja. Daarnaast zijn er nog meer maatregelen te bedenken. Maar die maatregelen moeten ook zeker gebeuren. En daar moet je niet bij voorbaat nee tegen zeggen. Absoluut okay. Niet. Ik kom zo bij jou, Tunis Jacob, maar ook wel begrepen dat die kritische depositiewaarde, ook weer zo'n lastig woord. Hè, maar technische term. Wat een soort norm is voor stikstofneerslag. Dat dat eigenlijk ook een risico-indicator is. Dus dat het een risico geeft, maar dat het nog niet hetzelfde is als dat het ook voorkomt, hè, dat die effecten op de natuur. En het verschil tussen een risico en iets wat voorkomt is dat als je in de auto stapt, loop je risico, maar het betekent nog niet dat je een ongeluk krijgt. En dat zou je ook op die KDW, die kritische depositiewaarde, kunnen toepassen. En daardoor wordt er ook wel gepleit voor een ecologische autoriteit per gebied. En nou ja, eigenlijk zitten daar dan ongeveer de mensen in die, denk ik, hier aan tafel zitten om met elkaar te kijken of het goed gaat in het gebied en wat er beter kan en wat je zou kunnen doen. Nou, maak ik misschien het gras voor je voeten weg. Maar zou dat een betere aanpak kunnen geven dan zo'n over één kam kritische depositiewaarde? Ik denk dat de kritische depositiewaarde vooral door juristen is bedacht. Omdat dat met vergunningverlening te maken heeft. Ja. En dat het vooral geregeerd wordt door jurisprudentie. Ik denk wel dat die kritische depositiewaarde een punt is waar je naar moet kijken. Maar eigenlijk gaat het om hoe gaat het nu met die natuur. Ja, dat bedoel daarom ik. Is het essentieel dat je kijkt hoe gaat het nou in die natuurgebieden. Waar gaat het goed, waar gaat het niet goed? Laten we dat met elkaar ook bekijken. En zou zo'n ecologische autoriteit dat beter kunnen dan zo'n getal van die KDW? Ik denk dat er wel veel meer begrip zou kunnen zijn. Want wat zegt een KDW mij nou en iedereen hier aan tafel? Is het natuurlijk toch een abstract deel. Anderzijds is het wel zo dat het een maat is. En net zoals temperatuur een maat voor iets is, zegt dit ook wat. Maar het gaat in essentie om hoe het met die natuur gaat. Dus je moet heel erg kijken naar die natuur op die bijzondere plek, hoe het daarmee staat. En op basis daarvan kijken welke maatregelen nodig zijn om die te herstellen. Of en hoor ik jou nou ook zeggen, dan zou die waar de boeren vooral tegen in opstand gekomen zijn, die dreiging van het verplicht moeten verdwijnen van bedrijven, dat zou dan weggenomen kunnen worden, denk je? Dat weet ik niet. Maar wel dat alle bedrijven erdoor geraakt worden. En dat het alleen maar om een cijfertje gaat wat nagestreefd moet worden. Want feitelijk, en daar is ook waar Europa naar kijkt. Hè. Die kijkt niet naar de KDW, die ziet dat wel als middel. Maar die kijkt naar de natuurdoelanalyses. Ja, dan ga ik het heel theoretisch maken. Maar die gaat kijken naar hoe staat die de natuur ervoor. Die is aangewezen als bijzondere natuur. En daarop moet je feitelijk het doen. Maar nogmaals, in mijn beleving is die is over het algemeen goed. We communiceren naar Brussel altijd dat die goed tot zeer goed is. De instandhouding van de natuur. Daar kunnen we een discussie over hebben. Maar laten we het daar, voordat we zeggen of het goed of slecht is, dat in ieder geval goed analyseren. Want daar gaat het feitelijk om en niet om een getal. Ik zie Tunis Jacob eigenlijk hunker om ook de microfoon nog even te mogen pakken. Dus ik zie in je ogen dat je iets aan wilt toevoegen. Ja, dat wil ik wel graag doen. Ja. Want deze discussie die is denk ik heel goed. Alleen, je wil ook met elkaar een robuust systeem bouwen. We zijn natuurlijk enorm goed om op de millimeter nauwkeurig dingen te doen. En denken dat we het goed doen. Zowel vanuit de natuurkant en vanuit de boerenkant. Ja, dat hoort een beetje bij Nederland. Maar ik denk dat we eigenlijk daarin te ver doorgeschoten zijn. Want we gaan elkaar ook, en dat is ook zo'n raar fenomeen, we gaan op basis van wantrouwen werken we nu samen en we juridisch gaan we toetsen en allemaal ingewikkelde dingen doen. En dat is logisch, want we zitten in een systeem met elkaar dat nog steeds ingewikkelder lijkt te worden. Ja. Voor de boer en voor de overheid. En dat zie je niet alleen met de landbouw, je ziet het ook bij de toets. Hoor ik je nou ook zeggen, Tunis Jacob, die KDW, die kritische depositiewaarde kan beter van tafel en vervangen worden door zo'n ecologische autoriteit? Het ene doen en het andere niet nalaten, zeg ik altijd. Mm-hmm. En dat geldt ook hier, want je moet wel een achterweg hebben. Maar je kan elkaar ook doodgooien met papier, mm-hmm, waar nergens op slaat. En daar lijkt het een klein beetje op. Want de boer die wil weten wat voor emissie veroorzaakt is en hoe kan ik die terugbrengen. Want dat is het verhaal van Bert. Ja. Dus je moet ook mensen handvatten geven. En daarmee elkaar ook
Nou ja, van oudsher hebben we in Nederland de waterschappen en daar werkten de natuurbeheerders en de boeren in samen. Want de een wil hoogwater, de ander wil laagwater en dan kwamen ze uit. Kan dat in dit geval ook? Ja, maar dan moet je wel een gereedschappenkist meenemen. Ja. En daar ontbreekt het op dit moment ook aan. Wat zou erin zitten in die gereedschapskist? Beleidsruimte, voldoende support in financiële zin, in onderzoekszin en in controle. Zowel van de boeren als van de organisaties daaromheen. En termijn. Wij denken in 2, soms nog minder jaren. En we hebben nu het fosfaatprobleem gehad en nu hebben we stikstof. Mm-hmm. Volgend jaar hebben we weer wat anders. Ja, we kunnen helemaal niet meer op termijn denken bijna. Dus worden wij als boer ook horendol van. Want we naderen de klok van 9. Ik probeer even jullie toe te krijgen van... Hey, hebben jullie nou eenzelfde beeld met elkaar? Zouden jullie met z'n drieën uit kunnen komen? Denk je, ja, hebben de regering dan niet nodig? Ik denk dat wij een pilot gaan starten met z'n drieën. Ja? En dan zijn we eigenlijk al begonnen in de Albertmarkt. En daar was er ook bij. Dat we zeggen, gaan wij als gebied met de boeren, maar ook met de overheid, samen kijken, wat kunnen wij? Maar we hebben ook al eerst gezegd, we willen ook een aantal randvoorwaarden bespreken met de overheid, die ook eerst aangepakt moet worden. En dat waren die dingen die je net noemde? Onder andere, ja. Oké, Bart, teken je in zo'n aanpak? Ja, met elkaar wel, maar er moet wel perspectief zijn en dat is er op dit moment niet. En krijg je dat op de manier zoals Teunis Jacob dat verwoordt? Dat denk ik wel, ja. Michiel, doe je mee? Ja, ik doe graag mee, maar wel één aanvulling erop. Zou ik zeggen, van laten we in ieder geval ten eerste zorgen dat we die natuur als uitgangspunt nemen in plaats van een of andere waarde. En dat we een goed monitoringssysteem inzetten, want daar heeft de overheid jaren op bezuinigd. En dat is ook een deel van de basis van alle discussie. Het wordt nu gebaseerd op een model wat alles berekent. Modellen die dingen berekenen, daar ben ik wat huiverig van. Ik heb gezien dat het op een aantal plekken ook niet werkt. Dus laten we dat ook vooral gaan doen, want dan weten we waar we het werkelijk over hebben. Oké, we praten na 9 door. Tot zometeen. Tot zo.